Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag heb ik weer een trailerreactie voor jullie, want er is vandaag een nieuw accessoirepakket aangekondigd. Dus we beginnen 2021 goed met meteen weer een nieuw pakket. Om de vragen meteen voor te zijn, het is dus een accessoirepakket. Dat is het kleinste soort uitbreidingspakket wat je hebt voor de Sims. En dat kost altijd 10 euro. En deze keer is dat accessoirepakket de Sims 4 Paranormaal. Ik verwacht een heleboel dingen met geesten. En ik weet niet. Er zitten natuurlijk ook al geesten in het basisspel. Die zijn ook later toegevoegd. Die staat er in eerste instantie niet eens in. Maar die zijn er nu wel. En ja, degene van jullie die de Sims hebben en die wel eens met een overleden familielid hebben gespeeld, die weten wel dat er 's nachts dan soms geesten komen uit hun grafstenen die dan voorwerpen gaan bezitten. Die dan kapot zijn de volgende dag. Super irritant trouwens. Maar goed, geesten zijn er wel al. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat dit accessoirepakket gaat toevoegen. En we gaan het straks uitgebreider er nog over hebben. Maar ik denk dat het goed is om de eerste keer gewoon die hele trailer even te kijken. En dan gaan we daarna zoals altijd in stukjes er doorheen. Om te kijken wat ons opvalt. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Oké, dit ziet er nu al creepy uit. Godverdamme, wat creepy. Oké. Oh, maar dat eiken ding is wel echt schattig. Oh, het is wel een heel aparte stijl ook. Oh, er is een nieuw kaveltype. Bezeten huizen. Oh mijn god. Ik dacht dat het er al was. Oké. Ah, kijk, daar hebben we de meneer de geest. Oké, er is een glazen bol. Oh, je kan een seance houden. Dus je kan met overleden zus praten, denk ik dan. Oh, die zijn heel lief. Oké, maar die doen me dan ook wel weer een beetje denken aan die van Sneeuwpret. Daar heb je nu ook van die bosgeesten. Oh, je kan een paranormal investigator worden. Dat klinkt oprecht best wel cool. Oké, dit is best wel leuk. Magrijn is er ook. Oké, je kan dus bouwen met, wat is het? Haunting? Ik zat tijdens mijn laatste stream ook al. Wat is het woord daarvoor? Maar bezeten spullen. En je kan, oké, ik mis het. Ik ga er zo nog een keer doorheen. Speel met het leven en met de dood. Nu waarschijnlijk dan. Oké, dit is dus het paranormale accessoirepakket, jongens. Ik moet wel even zeggen dat dat icoontje van Paranormaal met die geest is wel echt lief. Oké, ik ga terug naar het begin van de trailer en dan gaan we er een keer rustig doorheen. Oké, we beginnen hier bij deze sim in de huiskamer. Hier kan je meteen al goed zien welke spulletjes er allemaal nieuw zijn. We hebben sowieso best wel veel nieuwe meubels, zo te zien. En ik weet niet helemaal hoe ik deze stijl moet omschrijven. Het is een beetje ouderwets, maar het doet me ook een beetje denken aan Mexicaans. Een beetje aan dat feest, de dag van de doden, waar we in het, volgens mij, feestdagenpakket al een keer een patch, of is het in het basisspel? Nou, in elk geval, daar hebben we al een keer wat nieuwe spulletjes voor gekregen. Daar doet het me een beetje aan denken. En zij zit lekker te chillen, maar dan ineens. Gaan alle lichten knipperen. Oké. Ik let trouwens ook even op de kleding. Tot nu toe is dit niet echt mijn smaak. Maar oké. Er wordt sowieso hier iets bezeten. Dat kan niet anders. Oké, wat een enge pop. Mag ik even zeggen wat eng. Dit is gewoon. Dit is toch doodeng? Ik vind dit echt doodeng. Maar goed. Oké, er is dus een pop. En even kijken. De kaarsen gaan ineens uit. Nou, oké. Dat is ook best wel creepy. De Sims van Paranormaal. Oké. Nou, we zien hier al een heel deel van de nieuwe spullen. Dat vind ik altijd interessant om even te bekijken. Ik ben wel heel enthousiast over deze plant, als ik dat even mag zeggen. Wat een topding. Kijk, die vind ik echt heel mooi. En nou, ik moet eigenlijk zeggen, nu ik zo naar die spullen kijk, het is misschien niet mijn... Jullie weten dat ik altijd heel erg van moderne spullen hou. Het is niet misschien wat ik zou uitkiezen, maar het is wel vrolijk. Wat dat betreft is het voor een pakket wat erop is gericht dat er geesten zijn, die dingen, ja, echt super creepy, paranormaal, vind ik het er best gezellig uitzien. Volgens mij is deze vloer ook nieuw, hè? Echt super nice ook. En je ziet ook dat ze nu meteen gebruik maken van die platformen die met Sneeuwpret natuurlijk zijn ingepatcht voor het basisspel. Oké, nou, je ziet echt van alles. Oké, er is een nieuwe kaveltype, namelijk bezeten huizen. Nou, dacht ik dat er ook al een kaveleigenschap was met bezeten huizen. In stedelijk leven heb je dat volgens mij. In stedelijk leven heb je appartementen. En met stedelijk leven was ook het eerste pakket waarbij die kaveltypes een ding werden. Dat was het eerste pakket waarbij we dat erbij kregen. En toen was er al een kaveleigenschap, volgens mij, dat het huis was bezeten. En ja, dan kwamen er af en toe volgens mij geesten om dingen te slopen in je huis. Dat was dan zeg maar de vorige bewoner of zo van dat appartement. Maar goed, ik weet dus niet of dit nou helemaal een nieuwe kaveleigenschap is of dat ze dit hebben geüpdate. Volgens mij had je die kaveleigenschap sowieso alleen als je stedelijk leven ook al had. Dus misschien krijg je hem nu dan erbij ook als je dit pakket hebt. Ik weet dat niet helemaal. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het iets uitgebreider is geworden. En ik wil even terug naar
deze schattige geesten. En hier zit er een in een soort lamp of zo. Oké, dan ligt hier ook gewoon iemand te slapen. Dat is best wel eng. En wat is dit? Dit is ook wel een bijzonder beeldje. Ik vraag me af, toen ze dit aan het developen waren, of ze dan... Want ze hebben, Sneeuwpret heeft ook bosgeesten. En die zien er best wel een beetje hetzelfde uit. Of ze dan zoiets hebben van, oké, dat past dan weer goed bij elkaar. Dan heb je bosgeesten in Sneeuwpret. Maar dan heb je hier ook weer eigenlijk dezelfde soort geesten, maar dan in je huis. Ik weet niet. Misschien hebben ze er daar een beetje gebruik van gemaakt. Oké, nou dan hebben we deze rare jongen hier. Dit is best wel creepy. Wat is dit ook voor plant met handen? Of... Oké, nou, hier zijn ook allemaal geesten. Dit zijn groene, die zijn wel lief. Oké, nou, sowieso zien we nu hier deze man. Die komt straks als geest natuurlijk in de kamer staan. Kijk, daar heb je hem. Dat is hem natuurlijk, de man in kwestie van het schilderij. Hij heeft zelfs datzelfde hoedje nog op. Niet iedereen lijkt erg in paniek dat hij er is. Dus misschien zijn ze wel vrienden met hem. Misschien is het een familielid, ik weet het niet. Oké, maar hij heeft zoiets van, hey, kunnen jullie dit in seance doen? En ja, ik weet niet helemaal waarom dat nodig is, want hij is al in de kamer. Maar goed, ze willen dat ze met hem gaan proberen te communiceren, denk ik. Of misschien met iemand anders. Oké, nieuw gameplay heb je, dan kan je een seance houden. Dus dat is denk ik... Sorry, even jeuk aan mijn neus. Dat is denk ik, ja... Is dat het enige nieuwe wat je echt als gameplay hebt? Dat je met de overleden Sims kan communiceren? Ik vraag me ook wel af wat je daar dan... Ja, of het gewoon een gezellige middag is, hè? Lekker met de meiden seance of zo. Of dat het echt ook nog wat toevoegt dat je een geest in je familie kan halen... Of contact met iemand kan krijgen. Nou, ik ben heel benieuwd wat je er echt mee kan. Oh, we zien hier een sim. Nou, we gaan helemaal opstijgen. Vet creepy. De geest is heel enthousiast. De geest die er al was. Oké, sowieso. Door het hele huis wordt gewoon bezeten door die schattige groene beestjes. Die ik op zich wel lief vind. Oké, ze flirten dus ook met elkaar. Dus dat is ook. En een nieuwe carrière. Oké, dit vind ik wel interessant. Maar ik ben een klein beetje teleurgesteld. Dat ga ik even toelichten. Je kan nu een paranormal investigator worden. Dus je kan een paranormale... rechercheur, denk ik. Onderzoeker. Nou ja, een soort van detective. Detective, denk ik. Paranormaal detective. Waarschijnlijk om mensen te helpen met hun bezeten huis. Om de geesten uit te drijven of zo. Weet je wel. Dat, op zich lijkt dat me best wel leuk. Dat je dat als carrière kan doen. Hè? Dat je kan zeggen, joh, ik ben gewoon professioneel geestverjager. Een soort Ghostbusters, maar dan... Ik hoop dat er... Zouden er Ghostbusters stofzuigers zijn? Dat zou echt helemaal top zijn. Maar ik denk het niet. Maar de reden dat ik hier een klein beetje teleurgesteld over ben... is omdat ze ons een jaar terug, volgens mij... toen ze een enquête gingen houden over wasdag... Toen was er openbare... Nee, het was voor uitgebreid breien was het. Voor uitgebreid breien was er een enquête die je kon invullen. En het was het zo van... Hé, wij van de Sims gaan een accessoirepakket maken... en jullie kunnen stemmen over het onderwerp, over de spullen, over de titel. Nou, ik denk dat veel van jullie dat wel gezien hebben. En uiteindelijk is dat dus uitgebreid breien geworden. Maar een van de thema's die er ook voor waren... was Happy Hans. Dus zeg maar blij bezit... blij bezeten zijn of zoiets. Dat was ook een thema. En dat is eigenlijk wat ik in dit accessoirepakket terugzie. Hè? Dus waarschijnlijk heeft toen uitgebreid breien gewonnen. Maar hadden ze zoiets van... Oké, ook heel veel mensen hebben hier opgestemd. Ook al is dit niet het pakket wat heeft gewonnen. Laten we hier ook een gezellig pakket van maken. Alleen, we konden toen ook stemmen wat voor gameplay we dus zouden willen zien... mocht het Happy Hans worden. En een van de dingen die in die gameplay zat... waar je op kon stemmen, was een carrière als Magere Hein... En dat was fantastisch. Dus ik had echt, echt gehoopt dat Bob Pannenkoeken gewoon een carrière als Magere Hein zou kunnen beginnen. Hoe fantastisch was dat geweest? Nou, is dat misschien iets te moeilijk om te maken voor een accessoirepakket? Want het is een accessoirepakket, geen gamepack, geen uitbreidingspakket, maar een accessoirepakket. Dus misschien is dat lastig. Dit is misschien iets makkelijker. En aan de andere kant ben ik ook wel heel blij dat we überhaupt een nieuwe carrière hebben. Normaal gesproken zitten in accessoirepakketten echt alleen maar spulletjes. En nu hebben we dus best wel aanzienlijk wat nieuwe gameplay gekregen. Maar ik had het gewoon zo leuk gevonden om Magere Hein te zijn. Oké, nou we zien hier om... Ik zei net al Bob Pannenkoeken, maar hier staat hij gewoon. En Elisa, die staat hier ook. Die wordt sowieso aangevallen door allemaal zielige, verdrietige... Tenminste, ga ik vanuit. Geesten, Bob kan het niet zoveel schelen. Daarom zou Bob een geweldige Magere Hein zijn. Ja, doe een pannenkoeken emoji in de chat of in de reacties als je het met me eens bent. Dat is Bob. Nou ja, zij is dus de professionele uitdrijver dan. Kijk, ze is hier in alle Sims-gezinnen is ze bezig... om dingen aan de geesten te geven, zodat ze weer blij zijn. Dat is volgens mij waar de carrière op neerkomt. Wacht even, ik wil even ook nog even... Het gaat me weer veel te snel. Ik wil ook even door alle spullen heen.
Want we zien ze hierboven allemaal wel langskomen. We hebben dus sowieso de seance tafel met een glazen bol. Waar je dus geesten kan spreken, denk ik. Dit is een koeplant in een potje. Ik denk dat dit voor de sier is, maar die vind ik wel erg leuk. En persische tapijten ben ik ook fan van. Dus dat vind ik ook top. Voor de rest is het allemaal een beetje waarzeggerij. Ik weet niet helemaal wat ik er verder van vind. Maar mooie open haard ook wel. Dit is een kastje wat we hier hebben. Dit ziet er op zich ook wel leuk uit. Bureautje. Nou, oké. Scare up a new look. Ik dacht al, Lou. Wat is Lou? Scare up a new look. Nou, je hebt dus een nieuw uiterlijk. Nou ja, ik weet niet wat jullie van deze kleding vinden, maar het doet me een beetje denken aan wasdag. Ik denk dat dat qua stijl, qua bouwstijl, wel heel goed aansluit op wasdag onder andere. En ik denk ook op movie hangout stuff, hoe heet dat? Filmavond. Met al die kleurtjes. Maar ja, dit doet me heel erg denken aan wasdag. Misschien de dingen waarvoor we toen gestemd hebben. Hè? Misschien herbruiken ze al die dingen waar we ooit voor gestemd hebben. Want dit had zo in wasdag kunnen zitten, al deze kleding. Dit hoedje, ja, het is bijzonder. Oké, dit kapsel ook. Mag ik? Ik vind het, ik wilde net zeggen, ik vind het heel lelijk. Maar het lijkt eigenlijk wel een beetje op mijn eigen kapsel. Maar het ziet er zo slecht geknipt uit. Maar goed. Investigate the paranormal. Dus je kan inderdaad het paranormale gaan ontdekken. Nou hebben we ook al een voedepop. Ik weet even niet meer of die aan een bepaald pakket is gelinkt. Maar dat bestaat al in de Sims. Er is nu een nog engere voedepop, zo te zien. Nou ja, dat je met je kinderen een gezellige seance kan houden, vind ik ook een klein beetje disturbing. En dit beeld vind ik ook gewoon heel eng. Ik ben wel heel benieuwd naar wat dit is. Met het kleine schattige spookje wat hier in die soort van stolp zit. Dat ziet er wel leuk uit. Oké, nou, speel met het leven. Dus je bent sowieso, kan je waarschijnlijk iets meer met geesten. Maar ik ben heel benieuwd. Maar goed, dat is het Sims 4 paranormaal accessoirepakket. En nou heb ik gezien in de reacties op Instagram en op de trailer op YouTube dat heel veel mensen zoiets hebben van, dit is niet iets waar we om hebben gevraagd. Dit willen we helemaal niet hebben. Er moeten eerst nieuwe dingen komen voor baby's. We willen boerderij, we willen dit, we willen dat, we willen zus, we willen zo. En dat snap ik op zich wel. Maar ik weet dat ze bij The Sims wel echt druk bezig zijn om ook die issues die nu in het spel zitten te fixen. Als game changer heb ik wel soms contact met de developers van The Sims. En ik weet dat ze daar ook aan het werk zijn. En het is niet fair om te zeggen dat we hier niet om hebben gevraagd, want dit zat letterlijk in een enquête waarbij dit pakket volgens mij tweede is geworden na uitgebreid breien. Dus we hebben er wel om gevraagd. Alleen we hadden het wel leuk gevonden als de magere Hein carrière erin had gezeten. Maar goed, ik hou niet zo heel erg van paranormaal per se. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben meer van de realistische gameplay. Dat gebruik ik gewoon het vaakst. En dit is niet een accessoire pakket als ik het zo zie waarvan ik zoiets heb van, dit ga ik in elke let's play gebruiken, want ja, soms wil ik het gewoon iets realistischer houden. Maar ik denk wel dat het bijvoorbeeld een hele leuke aanvulling is op de andere paranormale pakketten die we al hebben. Zoals Magisch Rijk en Vampieren. Ja, en het is eigenlijk ook wel een dikke verbetering op griezelaccessoires. Mochten jullie dat pakket nog kunnen herinneren. Maar dat is letterlijk gewoon hele lelijke Halloween spullen. Punt. Je kan een pompoen uithollen. Dat is het. Kijk, als je het daarmee vergelijkt, dan zijn accessoirepakketten de laatste tijd wel echt een heel stuk beter geworden wat je er nu voor krijgt. Want als je dit even vergelijkt met griezelaccessoires, waarbij je letterlijk alleen een gerafeld gordijn krijgt en een lamp in de vorm van een grafsteen en dat je een pompoen kan uithollen zonder dat er überhaupt een Halloween feestdag in het spel bijkomt. Het is letterlijk die activiteiten. Je kan volgens mij een griezelfeest geven, dat is het. En dan heb je dit met, nou ja, best wel veel nieuwe activiteiten, best wel veel nieuwe spullen en een nieuwe carrière. Dan is dit toch wel een verbetering wat dat betreft. Maar ik ben wel vooral heel benieuwd wat jullie van het accessoirepakket vinden. Of dit een onderwerp is wat je leuk vindt, of je dit zou willen kopen, of dat je ook heel erg benieuwd bent, net zoals ik, naar hoe de gameplay in het echt gaat zijn. Let me know. Ik sta open voor alle discussie. En ja, als je dit kijkt en je bent nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zorg dat je dat doet. Want ik ga, ja, zodra dit pakket uitkomt, 26 januari voor alle platformen in één keer tegelijk, ga ik hier sowieso meer video's over maken om jullie te laten zien hoe het precies werkt, wat je krijgt voor je geld, et cetera. En ik denk dat ik dit ook wel heel leuk in een nieuwe Let's Play kan gaan verwerken. Dus abonneer als je het nog niet gedaan hebt. Like als je deze video nuttig vond. En ik zie je bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!